Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 10-daagse weersverwachting van Weerplaza. Nou, de afgelopen dagen is er op sommige plaatsen ontzettend veel regen gevallen. Afgelopen week zelfs meer dan een hele maandsom, met name in het midden en zuiden van het land. Veel treurige plaatjes, als we het over zomerweer hebben dan. Zwembaden die weinig gebruikt worden de laatste tijd. Maar de komende dagen gaat dat wel veranderen. Want er stroomt veel warmere lucht nu al langzaam Europa binnen. En dat zal ons morgen en vooral vrijdag gaan bereiken. Dat betekent dat de temperatuur flink omhoog gaat. Dat de zon ook behoorlijk gaat schijnen. En dat duurt in ieder geval een paar dagen tot en met komend weekend. Aanjager van die warme lucht is een hoge drukgebied. In eerste instantie boven onze omgeving, maar dat hoge drukgebied gaat zich langzaam richting Centraal-Europa verplaatsen, waardoor bij ons een zuidelijke stroming opsteekt met de aanvoer van veel warmere lucht. Maar u zag het net al even, ook een storing met buien en dat zal in de loop van zaterdag of in de nacht van zaterdag op zondag gaan passeren, waarna we vervolgens weer in een westelijke stroming volgende week terechtkomen met de aanvoer van vrij veel buien, niet alleen bij ons, maar in een groot deel van West- en Centraal-Europa. En dat kunnen soms echt wel stevige buien weer zijn. Zeker als die warmte verdreven wordt. En dat zal in Nederland waarschijnlijk dus zaterdagnamiddag, zaterdagavond of in de nacht naar zondag gaan gebeuren. Er is behoorlijk wat onstabiliteit, dat noemen we ook wel Cape, aanwezig. Tussen de 1000 en 2000 en dat betekent dat het behoorlijk kan gaan onweren op sommige plaatsen zaterdagavond. Qua windschering, dat bepaalt de dynamiek van de buien. En windschering is eigenlijk niet meer dan het verschil in windsnelheid tussen het aardoppervlak en de hogere lagen in de atmosfeer. Van windschering is niet zo heel veel sprake, waardoor de buien niet zo sterk georganiseerd zullen zijn als bijvoorbeeld vorige week dinsdag het geval was, toen er zelfs een heuse supercel over een deel van Nederland trok. Nou, dat zie ik zaterdag dus niet zo snel gebeuren, maar het kan her en der dus echt wel even flink tekeer gaan. Nou, die warme lucht, die is dus onderweg naar onze omgeving, gaat ons morgen in de loop van morgen en vrijdag bereiken. Dat zien we hier, dit is de temperatuur op 1,5 kilometer hoogte. En die temperatuur kan waarde bereiken van zo'n 17 of 18 graden op zaterdag. Vanaf zondag, als het koufront gepasseerd is, komen we dus weer in een westelijke stroming terecht met relatief gematigde waarde voor deze tijd van het jaar. Maar het lijkt ook volgende week wel nipt aan de warme kant te blijven met temperaturen in ieder geval iets boven de 20 graden. We zien in de loop van volgende week dat van hele warme lucht eigenlijk vrijwel nergens in Europa meer sprake is. Want tot diep in Frankrijk, tot en met Noord-Italië en in het oosten van Europa wordt de echte warmte eigenlijk wel verdreven. Nou, bij ons vanavond in ieder geval nog geen heel hoge temperaturen. Het is zo'n 17 graden in het noorden tot 20 in het binnenland en daarbij is het overwegend droog. De meeste stapelwolken trekken naar Duitsland weg en vannacht is het dan vrij helder met minima rond een graad of 14. Gaan we dan naar morgen kijken, dan zien we met name in de ochtend een gebied met wolkenvelden over ons land trekken. Van zuidwest naar noordoost zal dat gebeuren. Dat is een zogenaamd warmtefront. En de naam zegt het al, achter die bewolking stroomt dan veel warmere lucht ons land binnen. En de hoogste temperaturen zijn dan ook voor het zuiden bestemd, met morgen in de namiddag lokaal 27 graden. In het noorden en noordwesten is het wat koeler met 20 tot 23 graden en daarbij in de loop van de dag dus steeds meer ruimte voor de zon. De wind stelt verder niet zoveel voor, komt uit veranderlijke richting en is meestal zwak met windkracht 2. Dat geldt ook voor vrijdag. Het waait eigenlijk nauwelijks met windkracht 1 of 2 uit veranderlijke richtingen. Maar het is dan wel overal zonnig met flink hogere temperaturen. In het noordelijk kustgebied wordt het 25 of 26 graden. In het midden van het land een graad of 28. En in het zuiden kan het 30 en misschien in Limburg lokaal zelfs wel 31 graden worden. In combinatie met de zonneschijn en dus heel weinig wind zal het echt behoorlijk warm aanvoelen. Dat geldt ook voor zaterdag. Gemiddeld 30 graden in het zuiden lokaal, misschien wel 31 of 32 graden zelfs. Opnieuw staat er ook maar heel weinig wind. En het weericoontje, ja, daar staat een zonnetje in getekend, maar het zal zeker niet de hele dag zonnig zijn. Want in de loop van de middag zien we vanuit het zuiden de bewolking langzaam toenemen. En neemt dus ook de kans op een paar stevige regen- of onweersbuien toe. En dat zal met name in de avond het geval zijn. Zondag en maandag worden dan wisselvallige dagen met vrij veel buien. En dan kan er lokaal ook wel weer een behoorlijke plens water vallen. En de temperatuur, ja, die valt terug naar
20 of 21 graden. En dat houdt eigenlijk ook volgende week aan. Het is dan licht wisselvallig weer met dus gematigde temperaturen voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het deze periode een graad of 24. Maar na die piek eind van deze week komen we volgende week uit rond 20 of 22 graden. In de loop van de termijn lijkt het wel weer iets warmer te worden. Maar zo warm als de komende dagen, nou, dat wordt het voorlopig niet meer. En we zien dat het wisselvallige weer ook weer terugkeert. Morgen en vrijdag is het overwegend droog, maar die zware buien hier rondom zaterdagavond zijn mooi te zien in deze grafiek. En ook volgende week blijft het in grote lijnen wisselvallig, met elke dag wel een paar buien, soms stevige buien met kans op onweer, maar tussendoor ook zeker ruimte voor de zon. Ik wens u nog een mooie dag.